Goedenavond allemaal. Welkom bij deze uitzending van Sternet in Stelling. Luisteraars, dit is rechtstreeks. En voor de kijkers, die kunnen vanaf aanstaande dinsdag deze uitzending regelmatig zien. Ik heb bij mij aan tafel vanavond Paul Ulenbelt. Welkom Paul. Dankjewel. Fijn dat je kon komen. Je hebt begrepen de hoeveelste jij in de rij bent wat betreft deze uitzending. Ja. We hebben gehad Keklik Yücel van de Partij van de Arbeid. We hebben hier aan tafel gehad Han ten Broeke van de VVD. We hebben vorige week Herma Boom gehad. Uit Buurzen, ja. Uit Buurzen van het CDA. En nu hebben wij het genoegen om jou hier te verwelkomen. Paul Ulenbelt uit Haaksbergen. Nou ja, ja, ik woon niet in Haaksbergen, maar ik ben hier geboren. 60 jaar geleden. En ik heb altijd hier, eerste straat links. Vanaf deze studio heb ik altijd gewoond. Bevertstraat, nummer 25. En ik voel me nog steeds een tukker en ook Haaksbergenaar. Ja, ik las vandaag een Twitterberichtje dat jij eigenlijk dolgraag in Haaksbergen zou willen wonen. Zo van, woonde ik nog maar in Haaksbergen? Klopt dat berichtje? Kun je dat verklaren? Ja, dat klopt. Ik weet niet of het bereik van dit station tot in het westen is, want dan kan ik ze nog aardig boos maken, want ik hou niet van grote steden. Ik woon nu in Leiden en dat is omdat mijn vrouw daar woont. Maar ik hou niet van grote steden, ik hou van dorpen. En Haaksbergen is een prachtig, prachtig dorp. Dus ik zou er wel terug willen, maar ik heb één probleem. En dat is dat mijn vrouw, komt uit de familie van vissers. En ze is een zeemeisje, zou je kunnen zeggen. En die moet minstens één keer in de week moet die naar zee om die zoute lucht. En ze wil niet mee naar Haaksbergen, dus ik heb wel een probleem. Maar als je in Haaksbergen woont, dan kun je nog steeds één keer in de week makkelijk naar zee gaan. Ja, 200 kilometer. Klopt. Met de trein. Ja, nee, het kan allemaal wel. Het kan allemaal maar wel. Dat is niet waar jullie voor gaan. Maar je komt nog graag in Haaksbergen. Ja, met heel veel plezier. Ja, en we zijn blij dat je er ook vanavond bent. Paul, jij zit sinds 2006 in de Tweede Kamer voor de SP. Ja. En dat is ook alweer bijna 6 jaar. Ja. Je gaat het ook nu weer halen. Je staat nummer 9 op de lijst van de SP. Dus eigenlijk heb je het prachtig gedaan ook binnen de SP. Je hebt veel bereikt binnen de SP. Wat heb jij zoal bereikt? Wat heb je binnengehaald? Laten we maar zeggen, binnengehaald voor de SP, binnengehaald voor Nederland. Nou ja, in de Tweede Kamer. Nou ja, dat is best moeilijk, want we hebben al die 6 jaar in de oppositie gezeten. En het is voor de oppositie altijd heel erg moeilijk om iets te bereiken. Maar waar ik wel trots op ben, en vooral omdat het van belang was voor de mensen die het aanging. Je had er nogal wat werklozen, die werden door het UWV een beetje geprest om voor zichzelf te beginnen. Dat moesten ZZP'ers worden, zelfstandigen zonder personeel. En een aantal mensen hebben dat gedaan, een paar duizend. En een paar jaar later ging het UWV controleren of ze allemaal wel terecht, of die uitkering allemaal wel klopt en dat soort dingen. Nou ja, en wat toen bleek, toen kreeg 75% van die mensen die kregen navorderingen van het UWV. Sommige mensen die moesten wel tienduizenden euro's terugbetalen. En die mensen waren boos. Nou ja, en wat bleek, en daar heb ik me in de Tweede Kamer ontzettend druk voor gemaakt. Het bleek dat het UWV ze verkeerd had voorgelicht. Die had niet tegen die mensen gezegd dat je de uren die je besteedt aan voorbereiding van je zaak, dat je die moest opgeven bij het UWV, want daarover krijg je geen WW. Nou, en er zijn commissies aan de orde geweest en minister Donner die wilde eerst niet. En ik heb de hele Kamer meegekregen en het is nu net 2 weken geleden bekend dat ongeveer 3/4 van die mensen, die hebben al hun geld weer teruggekregen. Het gaat om een paar duizend mensen. Nou, hoe is dat voor de grote Nederlandse politiek? Is dat weinig? Nou ja, dat zijn dan van die successen die je kunt boeken. Ja, en wat ook wellicht ook de toekomst weer nieuwe dingen zal brengen voor de UWV. En UWV zal oppassen voor die weer zoiets doet. Zo van, voordat we Paul Ulenbelt weer op de stoep hebben staan. Nou ja, als dat het effect kan zijn, als ik die boeman mag zijn in het belang van werkende mensen, dan doe ik dat graag. Ja. Oké, dat is wat je gedaan hebt. Wat ben je van plan om te gaan doen? Wat kunnen we nog van jou verwachten de komende, laten we zeggen, 4 jaar? Nou ja, ik,
Ik sta nummer 9 op de lijst. Ik ben tot nog toe, heb ik altijd het woord gevoerd op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. Samen met een collega. Het zit er wel in dat ik dat blijf doen. Maar ja, het is voor de SP op dit moment wel heel erg bijzonder. Ik bedoel, er is een behoorlijke kans dat we voor het eerst in de geschiedenis dat de SP in de regering komt. Dat is nog nooit eerder vertoond. Als je de peilingen, als dat de verkiezingsuitslag zou zijn, dan wordt die kans heel erg groot. Ja, en dan wordt het een heel ander werk in de Tweede Kamer. Want dan ben je van een regeringscoalitie. En ja, dat hebben wij nog nooit meegemaakt. Nou, daar wil ik het straks nog wel even over hebben. Ik ben nu ook even benieuwd, en de luisteraars met mij. Wat zijn jouw drijfveren geweest? Hoe ben je in die politiek verzeild geraakt? Ik heb gezien dat je al heel erg lang lid bent van een politieke partij. Je bent begonnen bij de CPN, rond je 20ste zo'n beetje. Ja. De Communistische Partij. En die is opgegaan in, uit mijn hoofd, in 1991. Samen met de PPR en de PSP in GroenLinks. Ja, ja, ja. Jij bent daar niet beland bij GroenLinks. Nee, ik ben... Kijk, ik ben lid geworden in de roerige 60e jaren. En in Groningen, daar studeerde ik. Als je erbij wilde horen, dan was je lid van de CPN. Vree Meijs was een hele grote partij. En ik ben daar toen lid van geworden. Alle studenten die actief waren, die waren lid. Ik was in die tijd was ik voorzitter van de Groningen Studentenbond. En we organiseerden demonstraties en rond Vietnam en al dat soort dingen. Dus ik ben daar lid van geworden. Ik heb er ook nooit spijt van gehad. Je hebt in die tijd een hele hoop mensen die achteraf hebben lopen kankeren op de CPN. Ik heb daar een geweldige tijd gehad. En die Groningse CPN die was ook wel anders dan de Nederlandse CPN, zou je zeggen. Het was niet echt een Maoïstische CPN? Nee, ik bedoel, ja, nee, zeker niet. Kijk, en die Vree Meijs die zei van toen al dat gedoe kwam over Rusland en zo. En die zei van, nou, er is maar één klasse waaraan wij verantwoordelijkheid hebben af te leggen. En dat zijn de Nederlandse arbeiders. Nou ja, daar kon ik me altijd heel erg goed in vinden. Maar toen ging het op in GroenLinks. En daar had ik helemaal geen fiducie in. Toen ben ik partijloos geworden. En nou ja, je ziet hoe het met GroenLinks is gegaan. Ik heb wat later gelijk gekregen dan ik toen dacht. Maar goed, toch wel gelijk gekregen. En ik ben rond 2000 lid geworden van de SP. Ja, nou mooi. En waarom eigenlijk? Hoe komt die politieke betrokkenheid? Is dat van, heb je dat van huis uit meegekregen? Nou ja, er werd bij ons thuis werd er wel veel over politiek gesproken. Mijn vader die was VVD en mijn moeder ook. Middenstandsgezin. Mijn vader was notarisklerk. Sommige oudere mensen, zeker van mijn leeftijd, die zullen nog wel weten. Notaris Derkman, daar op de markt. Dat is nu een restaurant, geloof ik. Ja, ja. En daar was hij notarisklerk. Maar er werd thuis wel veel over politiek gesproken. Maar daar heb ik dat linksige niet van meegekregen. Mijn vader is vroeg overleden, toen ik 11 was. En mijn moeder die stemde later ook links. Die heb zij heeft mij voor een belangrijk deel opgevoed. Maar politiek heb ik haar opgevoed. Zij begon met de VVD en voor haar overlijden stemde ze altijd links. Net niet SP? Die was er toen nog niet. Nee, oké. Okay. Nee, mijn moeder is heel vroeg overleden op mijn 24ste. Ja. En dat is dus... toen bestond de SP nog niet eens. Nou, ik kan me voorstellen dat dat ook een soort sociale bewogenheid met zich meebrengt. Hè, als je dan... Nou, zo vroeg wees bent eigenlijk. Eerst half wees. En 25 zei je, was je? Ja, 24 was ik toen mijn moeder overleed. Ja, en dat is... En dat heeft heel veel pijn gedaan. Ja. Ik bedoel, dat mijn vader overlijdt, ja, dat ik was 11. En dan ben je dat niet zo heel erg bewust. En ik denk ook minstens een paar keer in de maand... Hoe zou dat nou zijn als mijn vader langer geleefd had? Wat zou hij ervan gevonden hebben? Van mijn moeder weet ik het wel, die zou apetrots zijn. Maar mijn vader was best wel een beetje eigenwijs. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gegaan zou zijn. En dat, ja, dat,
Ja, dat weet je niet. En wat voor leuke politieke discussies jullie ongetwijfeld gehad zouden hebben. Ja, ik denk als ik mijn moeder kon overtuigen, dan had ik mijn vader misschien ook wel kunnen overtuigen. Ja. Maar ja, dat zijn van die onbeantwoorde vragen die je in je leven meemaakt. Zo is dat nou eenmaal. Ja, en jouw vader, notarisklerk, zeg je al. Ja. Hè? En daar is een mooi verhaal van jou en je vader. Je vader had iets in zijn bezit vanuit zijn functie. Ja. Een sabel. En die heb jij, was het ook in 2006? Ja. Teruggegeven aan het historisch archief hier in Haaksbergen. Dat verhaal laat ik jou graag vertellen. Nee, dat is een leuk verhaal. Vroeger had Haaksbergen, was een klein dorp, vooral ook boerderijen, er zijn nog wel foto's van. Had een nachtwaker. Gerhardus Levering heette die. En zijn bijnaam was Poetengraats. Poetengraats. En er staat een beeldje van voor de VVV. En mijn vader komt uit een groot gezin en dat waren nachtbrakers. Die waren s'nachts bier aan het drinken, aan het kaarten en dat soort dingen. En dan kwam die Poetengraats, die kwam altijd langs. En Poetengraats, die had een bel en die had een sabel. Volgens mij heeft hij er nooit mee hoeven slaan, omdat er geen dieven waren in Haaksbergen. Maar op een of andere manier is die sabel van Poetengraats is bij mijn vader terechtgekomen. Hoe die er precies aangekomen is, dat weet ik niet. Maar goed, en die hing altijd bij ons in Haaksbergen, hing die aan de voordeur. In de Bevertstraat. En dan vroeg ik aan mijn moeder, waarom hangt dat ding daar? Waar komt dat vandaan? Nou ja, dan krijg je dat verhaal te horen. Maar zij had het daar hangen om als er kwaaie mensen aan de deur waren, om er iets mee te doen. Ik geloofde dat, het is ook nooit gebeurd. Maar toen mijn moeder overleed, heb ik die sabel meegenomen naar Leiden. En er waren alles mensen van de historische vereniging, die hadden tegen mijn moeder gezegd, dat hoort niet bij jou thuis te hangen. Dat hoort gewoon in het historisch museum van Haaksbergen. En toen ik kandidaat werd in 2006, toen zag ik die sabel al hangen. Ik denk van, nou ja, dat hoort geen privébezit te zijn. Die sabel, die moet terug naar Haaksbergen. Dus had ik georganiseerd die sabel aan te bieden aan de burgemeester. Nou ja, wat me toen overkwam, had ik nog nooit meegemaakt. Er stonden daar in het gemeentehuis 3 cameraploegen, 2 radiostations, kranten. Ik waande me een beetje Haaksbergen, lijkt wel Hollywood. En de burgemeester was daar heel tevreden mee. Karel Lohuis. Ja, die was dat, toen nog, ja. Geloof ik. Ja. En ik had vanmiddag een afspraak hier op het terras, op de markt. En toen liep ik langs dat museum en ik had dat ding daar nog nooit zien liggen. Dus ik ben er ook nog even naar binnen gegaan om te kijken waar die ligt. Nou ja, die ligt daar keurig in een vitrine. Ik heb daar een foto van gemaakt. Ja, dat was... Dus je hebt eigenlijk bijgedragen aan een stukje herleving van de geschiedenis van Haaksbergen. Nou ja, nou maak je dat wel. Nou nee, dat is toch zwaar. Dat is toch mooi. Dat is, Nee, maar hij was die Poetengraats, die was in dienst van de gemeente. Dus dat spul, dat was ook van de gemeente. En dan moet je natuurlijk niet hebben dat daar een socialist met iets wat van het volk is, gewoon dat thuis privé aan zijn muur heeft hangen. Dat kon ik niet maken. Dus ik denk, nou dat moet terug. Dus dat brengen wij terug aan de burgemeester en die zorgt er dan wel goed voor. Geweldig, ja. Mooi verhaal. Heb jij gisteravond het debat gezien? Het debat, verkiezingsdebat op de NOS TV? Ja, ik heb het gezien. En heb je een aantal mensen gemist? Ja, nee. Roemer was er niet. En Wilders was er niet. En Rutte was er niet. Nee, precies. Nee. Ja. Wat vond je ervan? Wat was de reden daarvan dat Emiel Roemer er niet was? Nou ja, de reden daarvoor is vrij eenvoudig. Hij wil... Je krijgt de komende weken komen die mensen vrijwel iedere avond op de buis. En waarschijnlijk wel zoveel dat een aantal mensen alleen al omdat ze zoveel op de buis zijn een hekel aan ze krijgen. Nou, en Emiel wil niet dat de mensen een hekel aan hem krijgen. Dus denkt hij van, ik doe 8 debatten op de televisie. En die vinden de komende 14 dagen vinden die plaats. En dat vond hij mooi. Ja, ja, dus eigenlijk zou jij, als jij hier eergisteren had gezeten, zou jij ook de andere fractievoorzitters of lijsttrekkers, zou je dat geadviseerd hebben? Zo van, ja, dat, ga niet. Ik heb daar niks over te vertellen. Dat zijn allemaal wijze mensen. Die moeten dat gewoon zelf weten. Maar toen ik dat debat zo zag, toen denk ik achteraf van, nou, je hebt helemaal gelijk, Roemer, dat je daar niet bij bent geweest. Want het waren geen echte debatten. Het ging, ze hebben geloof ik wel in een anderhalf uur tijd 20 onderwerpen behandeld. Met hoeveel zaten er? 8 of zo? Ja, ja, ja. Nou ja, dan bereik je de diepgang van een zandplas. Verder kom je dan niet. En dat bleek ook wel.
Dus ik hoop dat die komende debatten wat... Wat levendiger en dat er meer verschillen zullen zijn. Hoop jij dat er meer verschillen zullen zijn? Nee, die zijn er ook. Want... Ik bedoel, gisteren zaten daar toch, zo noemen ze vaak zichzelf ook, de middenpartijen. Ja, dat zijn de partijen die ook die Kunduz-coalitie in elkaar hebben gezet. En dat nee, niet alle partijen daar. Alleen de VVD was er dan niet bij. Nou, en de PvdA heeft niet de Kunduz-akkoord getekend. Nee, klopt. Daar heb je gelijk aan. Maar de tegenstellingen tussen de partijen die daar zaten is kleiner dan tussen de partijen die er niet waren. Nou, en de partijen die er niet waren, die komen, die begint zondagavond geloof ik bij RTL. Ja. Nee, dat wordt vuurwerk. Ja, nou spannend. Ja. Kijk er naar uit. Ja. En een onderwerp wat de SP ook min of meer na aan het hart ligt. Europa. Daar hebben jullie altijd ook wel heftige reacties op. Maar ook toch een beetje bijgedraaid, kan ik dat zo stellen? Nee, we zijn niet bijgedraaid. Wij hebben een heel consequent standpunt. Wij zijn voor samenwerking in Europa. Ik bedoel, sinds de oprichting van die Europese gemeenschap voor kolen en staal, als antwoord op steeds weer de oorlogen tussen met name Frankrijk en Duitsland, hebben we nu 60 jaar vrede door die samenwerking binnen Europa en dat is goed. En dat is ook tot de 80er jaren is dat ook goed gegaan. De EEG. Ja. Ja. En in 80er jaren zie je een ommekeer. In Engeland zit je met Thatcher, in de Verenigde Staten zit je met Reagan. En dan komt er een neoliberale politiek op gang. Die heeft zich ook meester gemaakt van Europa. En vanaf dat moment is Europa in plaats van een samenwerkingsproject... is die Europese Commissie proberen de baas te gaan spelen over al die landen... en dan niet in het belang van de mensen. Maar met name in het belang van grote bedrijven om grenzen weg te nemen en dat soort dingen. Nou ja, en de democratie die heeft daaronder geleden in Nederland. We hebben een referendum gehad in Nederland over wat wil Nederland nou met die Europese grondwet. 2/3 wijst dat af en ze douwen hem gewoon door. Nou, en als je dus dat soort dingen doet, dan maak je mensen kopschuw voor Europa. En gaan ze daar veel te snel. Ze gaan echt veel te snel. En als je te snel gaat, dan verlies je je mensen. En dat levert dus een hele euroceptische houding op onder de Nederlandse bevolking. En die hebben wij altijd verwoord. Wij waren ook een van de weinige partijen die tegen de invoering van de euro waren. En met argumenten van het kan niet... Je kunt niet een euro invoeren als je ook niet een politieke unie hebt. Nou ja, en dat is toen allemaal genegeerd. En nu zitten we rond die euro in de grootst mogelijke shit. Stel, de SP komt in de regering. Laten we het even zo globaal nog houden. Wat zou de rol dan zijn? Wat zou de visie zijn? Wat zou het bewegen zijn van de SP richting de Europese munt? Destijds waren jullie voor niet invoeren, nu is die munt er. Wat zeggen jullie op dit moment? Nou ja... Die munt is er nu eenmaal. Nee, als je hem af zou schaffen, dat bepleiten wij niet, maar als je hem af zou schaffen, dan gaat dat ongelooflijke klauwen met geld kosten. Het gaat, nu we hem hebben, dat kost ook klauwen met geld. En wij denken dat... dat zal... De verhoudingen tussen Noord en Zuid die zullen bewijzen of die euro in stand blijft of niet. En je kunt willen dat die stopt, die euro. Je kunt willen dat die doorgaat. Maar uiteindelijk zullen er toch de economische ontwikkeling binnen Europa zijn die maakt of die munt overeind blijft of niet. Kijk, als de economische verschillen tussen Zuid-Europa en Noord-Europa, waar Nederland dan bij reikt, zo groot blijven. En dan moet er permanent geld uit het noorden naar het zuiden. En volgens mij willen die noordelijke volken, die willen dat niet. Want die voelen zich geen Europeaan. En als die economische tegenstellingen blijven, dan zal de euro bezwijken. En dat is niet een wens van mij, maar dat is een analyse van de situatie. Kijk, je kunt het ook vergelijken met... Ik heb vanmiddag op de radio, ik weet niet meer welke uitzending, Radio 1 was het, gehoord dat Griekenland intussen gezegd heeft, oké...
Het is al ooit een idee geweest van een aantal Europese landen. Maar nu willen wij dat zelf wellicht ook wel een aantal van onze eilanden verkopen. Ja. Onbewoonde eilanden verkopen aan zij die daarvoor willen bieden. Mits het de veiligheid niet in gevaar brengt natuurlijk. Ja, ik heb dat ook gehoord. En ik was daar heel verbaasd over. Ze hebben daar inderdaad onbewoonde eilanden. Heel veel. Maar als je je land uit de problemen moet helpen om eilanden te verkopen. Ik vind het diep triest. Stel je voor, en bovendien, dat levert maar één keer geld op. En ze hebben een structureel probleem, dus dat lost de zaak ook niet op. Maar stel je voor dat in plaats van nu te bezuinigen, iemand in Nederland zou zeggen van weet je wat, we gaan niet bezuinigen, we verkopen Texel. Of we verkopen Rotterdam. Ja, Texel is bewoond, hè? Ja, nou ja, goed, maar dat levert het nog meer geld op waarschijnlijk. Ik bedoel, dat een regering zegt van we gaan een stuk van ons land verkopen. Nou, dan weet je dus dat de nood daar ontzettend hoog is. Het levert ze maar eenmalig geld op, terwijl ze structureel een probleem hebben. Ja, daarmee los je het niet op. En bovendien, die problemen in dat land die zijn heel erg groot. Het aantal zelfmoorden neemt toe, het aantal jongeren wat vertrekt neemt toe, het aantal werklozen neemt toe. De economie krimpt daar. Ja, voor Griekenland is Europa een probleem en niet de oplossing, lijkt mij. Oké, duidelijk. Duidelijk, ik ben benieuwd hoe dat gaat straks in de regering met de SP en wellicht een aantal andere partijen. Ja, deze discussie met name, dat is toch een deel van de oplossing van de crisis. Hè? Maar dat komt omdat, er wordt gezegd, Griekenland toen zij toetrad tot de euro, die hebben de zaak belazerd met foute cijfers. Mensen die er in de tijd bij waren, die daar verantwoordelijk voor waren binnen de Europese Commissie en Europese regeringsleiders, die beginnen nu toe te geven dat ze het wisten. En dat er gewoon enkel en alleen maar politieke redenen waren om Griekenland erbij te halen. Griekenland is de bakermat van Europa. En het zou idioot zijn dat in een Europese Unie zonder Griekenland. En bovendien was het maar een klein landje. En als het in de problemen kwam, dan konden we het wel helpen. En dus ze hebben zich ook moedwillig laten belazeren. Ja, en dan krijg je deze shit. Ik hou echt mijn hart vast, want dit is slecht voor de Grieken, dit is slecht voor Nederland, dit is slecht voor Europa. Dit kent alleen maar verliezers. En het trieste is dat wij daar in de tijd voor gewaarschuwd hebben. En toen werden wij als idioten aan de kant gezet. En nu achteraf krijgen we helaas gelijk. Maar ik ben daar niet trots op dat we dat gelijk hebben. Nee. Goed, tot zover Europa. Crisis, ja, alles draait om de crisis. Alles draait om geld, alles draait om bezuinigen. Hoe staan jullie als SP en jij als Paul Ulenbelt in de hele beweging rondom de zorg? Een aantal ook... decentralisatiebewegingen hè, van het land gaan een aantal dingen terug naar de gemeente. Ja. Zo van, hier heb je, nee, zonder geld. Maar in ieder geval, de gemeente wordt geacht om een aantal problemen die nu binnen de AWBZ thuis horen, om die op te lossen. Ja. Wat vind je daarvan? Waar dit op lijkt, dat is dat de regering de problemen gewoon over de heg kiepert bij de gemeente neerlegt. En gemeente, zoeken jullie dat maar uit. Dat lijkt mij niet een goed idee. Maar je moet het probleem... Kijk, we hadden wachtlijsten. Er waren allerlei problemen. En toen hebben de mensen gezegd, we moeten marktwerking in de zorg hebben. Dat lost alle problemen op. Ja, en wat je nu ziet, dat is dat marktwerking is de oorzaak. Dat begint nu het probleem te worden. Omdat hoe meer handelingen een arts verricht, hoe meer geld hij krijgt. En die arts is de enige die beslist over die handelingen. Dus ja... met medicijnen, idem dito. Toen zijn we ziekenhuizen gaan organiseren alsof het bedrijven waren. Toen kregen we daar managers. En die managers die dachten van, ik ga fuseren, want hoe groter ik ben, hoe meer geld ik krijg. En toen moesten er ook allemaal weer ondermanagers komen. Toen moest al het personeel zijn tijd gaan registreren, want die werden niet meer vertrouwd. Ja, en zo is zo langzamerhand de zorg heeft kostenposten gekregen. Die niks te maken hebben met het aantal mensen wat aan het bed staat, want dat is alleen maar minder geworden. En het aantal bureaucraten en managers, dat is alleen maar groter geworden.
Nou ja, en daar kun je flink op bezuinigen. Dus, als jij straks minister wordt van volksgezondheid, zou zomaar kunnen. Nee. Stel je voor, wat zou jij dan dingen terugdraaien? Nee, in ons programma, en daar is zo'n beetje onze partij voor opgericht. Dat is om die marktwerking in de zorg te bestrijden. We hebben het motto, zorg is geen markt. Ik bedoel, zorg moet gedaan worden door mensen die van elkaar houden en die liefde hebben om voor andere mensen te zorgen. Dan moet je kleinschalig organiseren, op buurtniveau, op wijkniveau. En dan kan al die bureaucratie, die kan eruit. Dan kun je klauwen met geld, kun je dan besparen. En de discussie die nu wordt gevoerd van omhoog met het eigen risico. Ik bedoel, wij willen het verlagen. Ik bedoel, want eigen risico in de zorg, dat is een belasting op ziek zijn. Ik bedoel, niemand wil ziek zijn. Dat overkomt je. En de ene heeft meer pech dan de ander. En ze zeggen dan, als je het hogere eigen risico maakt, dan worden mensen bewuster. Nou, als ik een been breek, dan doe ik dat niet met opzet hoor. Echt niet. Niemand doet dat. Kanker krijg je niet met opzet. Daar help je geen eigen risico tegen. En dat is dus een belasting op ziek zijn. Dat moet je dus niet hebben. Het tegenargument is dan om de zorgtoeslag te verhogen voor een aantal categorieën. Nou, wat wij willen, dat is dat we de premies die je moet betalen voor de verzekeringen, dat die inkomensafhankelijk worden. En dat dan de laagste inkomens, die betalen weinig en de hogere inkomsten meer. Sterkste schouders, zwaarste lasten. Mm-hmm. Ik bedoel, er zijn nu mensen, als je van een AOW'tje het eigen risico moet betalen, dan is dat zo'n ongelofelijke greep in jouw portemonnee. Dat je zult zien dat mensen enkel en alleen al voor de angst om het eigen risico te moeten betalen en denken het niet kunnen te betalen, dat ze niet naar de dokter gaan. Ik bedoel, dat is dan het gevolg. Nou ja, en dat moet je als een beschaafd land, moet je dat helemaal niet willen. En dan zeggen wij, laat zij maar minder betalen. En mensen die het wel kunnen betalen, die betalen maar meer. Mm-hmm. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, hè? En op het gebied van zorg en kosten in de zorg. Hebben jullie dat ook op het gebied van andere onderwerpen? Ja, ik was gisteren was ik bij de vakcentrale voor midden- en hoger personeel. Die hebben wij in Nederland. Daar zitten de beter betaalden. 200.000 leden. En die hadden stelling, zeiden zij van, bij iedere politieke partij zijn de middeninkomens het haasje. En toen heb ik tegen hen gezegd, nou ja, niet bij ons. Want wij willen de hoger naar het midden. En we willen de lager naar het midden. Dus eigenlijk is de SP gewoon een middenpartij. Want die wil die inkomens naar elkaar toe hebben. En dat is niet omdat je tegen rijkdom bent, maar dat is omdat je tegen armoede bent. Want alle onderzoek wijst uit, in landen waar de inkomensverschillen klein zijn, daar zijn mensen gelukkiger dan in landen waar die inkomensverschillen groot zijn. Ik heb gehoord, ja. Ik heb een onderzoek. Dat is heel logisch, want in de Verenigde Staten, dat als je daar veel geld hebt, heb je een duur huis. Nou, er moet een hoog hek omheen, omdat ze bang zijn dat die arme mensen anders daar komen jatten. En die mensen die lopen hun centen en kluizen en camera's. Nou, daar ben je niet gelukkig als je je zo moet verdedigen. Nee, maar en dat betekent, landen waar het meer gelijk is, heb je maar dat niet betekent nodig. Eigenlijk dat de mensen die heel rijk zijn, dus eigenlijk de quote-leden, ja. De quote-leden, dat die inderdaad een beetje oppassen voor de SP. Op mogen passen voor de SP. Of heb je hun ook wat te bieden? Of zeg je van, zij gaan vast tevreden zijn met de stelling dat door verschil in inkomsten, dat de gelukkigheid, het geluk groter wordt. Met de SP in de regering zullen ook de rijken in dit land gelukkiger worden, omdat zij zich minder zorgen hoeven te maken. Omdat ze minder rijk worden. En dat betekent dus dat zij zich minder zorgen hoeven te maken over wat er met hun geld gebeurt. Ja. Dat is echt zo. Ja. Ik had een vriend in mijn fiets, een fietsmaatje. Dat was een goede advocaat. Die was miljonair. En die had echt zorgen. Mm-hmm. Want die had een geweldige wijnvoorraad. Dat spaarde die. En hij had schilderijen en dat soort dingen. En die moest allemaal bewakingsmaatregelen nemen. Want hij was doodsbenauwd dat het gejat zou worden. Nou, ik had alleen die sabel van Poeter Graats aan de muur hangen. En die zal niemand zo gauw jatten. Maar hij had zorgen en ik niet. Ja, terwijl ja. Ik, dat is eigenlijk. Dat maar is heb eigenlijk je ook gezien wat ze van maakt niet Emiel gelukkig. Roemer, de poster van Emiel Roemer, die ze bij wijze van grapje bij de quote hebben gevoegd? Wat vind je daarvan? Ach ja, ik bedoel,
als dat de moraal is van het kapitaal, dan, dat zal ze ook wel fataal worden, denk ik dan. Je weet, die verkiezingsstrijd in Nederland, die krijgt steeds meer Amerikaanse trekken. Dus met modder gooien. Ik zie dit met modder gooien. En het werkt alleen maar in ons voordeel. Want als je Emiel Roemer, die iedereen ziet, iedereen wil een auto van Emiel Roemer kopen. De auto? Nee, een auto. Ik bedoel, zo. Zo betrouwbaar wordt hij gezien. Ja, en dan wordt hij daardoor dat blad van de rijken wordt hij neergezet als een man met een kettingzaag onder het bloed. Hij wordt er neergezet als een massamoordenaar. Nou ja, dat werkt alleen maar in ons voordeel. In de peilingen, staan jullie op hoeveel zetels nu? Ik dacht 34, hè, de peilingen van gisteren. 34, 35. Nou, vanmiddag bij 1 vandaag op 38. Het zit tussen de 33 en de 38. Mm-hmm. En gemiddeld genomen net boven de VVD. Bij alle peilingen boven de VVD op 1 na. En dan zitten we er net onder. Ja, ja. Dus het wordt heel spannend. Ja, ja. Het wordt heel spannend. Nou, heb je er zin in? Ja, ik wel. Ik wel. Ik bedoel... Kijk, de mensen zien de SP als een toch een betrouwbare en solide partij. Maar wat wij nog nooit hebben kunnen bewijzen in het, dat wij het land ook zouden kunnen regeren. Mm-hmm. We doen dat in heel veel gemeenten, doen we gewoon mee. En dat gaat ook prima. Mm-hmm. We doen nu ook mee in 2 provincies, in Noord-Brabant en in Zuid-Holland. Dat gaat ook allemaal prima. En het enige wat we nog niet hebben gedaan... om te laten zien dat we dat voor heel Nederland zouden kunnen. Ik hoop dat wij die kans krijgen. En dan wordt Emiel Roemer onze premier? Zou kunnen. En jij wordt? Nee, daar moet je het niet over hebben. Ik, jij vindt Tweede Kamerlid, daarvan zeg je, dat vind ik een prachtige functie. Ja, nee, maar je moet het, dat is het verhaal van de beer in de huid. Het gaat eerst om de verkiezingen. Dan komt er een coalitie. Dan komt er een programma. En pas dan worden de poppetjes erbij gezocht. Ik ben niet in de politiek gegaan om minister te worden. Nee. Maar als het aan de orde is, ja, dan moet ik daar eens met mijn vrouw eens even heel goed over gaan praten. Maar ik bedoel, je doet het niet voor jezelf, je doet het voor het land en voor de mensen. Ja. En als zij denken, Ulebelt moet dat doen, nou ja, dan moet ik daar nog eens echt een nachtje over slapen. Maar goed, als het moet, dan moet het. Maar dat is nu niet aan de orde. Nee, goed. Dat is, even kijken, ik had nog een mooie vraag voor jou over de landbouw. Haaksbergen, we hebben veel landbouwers, zoals je weet. Ja. De SP, hoe staat de SP ten opzichte van de landbouwers? Ja, ik ken die landbouwers hier hoor. Jij kent ze, persoonlijk ook. Hierachter, die had een prachtige appel- en perenboom. En ik woonde hier eindje verderop. Dus die boer die ken ik omdat hij achter me aan zat. Omdat wij daar met de jongens uit de buurt de appels en de peren uit zijn boom straks staat gaten. Hij voor de deur hier. Nou, ik denk dat hij was toen al veel ouder dan ik. Dus ik denk niet meer. Maar goed, als hij kijkt, ik wil alsnog mijn excuus aanbieden dat ik daar die qua jongensstreken heb uitgehaald. Ja, ja. Maar goed, dat betreft bomen, fruitteelt, zeg maar. Denk aan landbouw, aan intensieve landbouw. Hoe staat de SP daar tegenover? Wij wijzen die megastallen, die wijzen wij af. Waar we naartoe moeten, dat is een landbouw op een... Ja, ook daar geldt de menselijke maat. En die boeren die moeten alleen maar groeien en groeien om aan een fatsoenlijk inkomen te komen. En als je ziet wat een boer krijgt voor zijn melk bijvoorbeeld... en wat jij er in de winkel voor moet betalen... ja, dat is zo'n gigantisch verschil daar. In die tussenschakel, daar verdienen zoveel mensen aan die melk, aan dat pak melk... En die boer die verdient er maar, ik weet niet hoeveel, ik ken de cijfers niet uit mijn hoofd, maar dat is maar een fractie. Maar als je die tussenhandel voor een belangrijk deel eruit haalt, dan is die boer ook niet gedwongen om grootschaliger te gaan. En hetzelfde geldt voor de varkens en de kippen en dat soort dingen. Ik bedoel, wij staan niet bekend als onze woordvoerder boeren, die hebben wij. Wanneer die met boeren spreekt en het SP-programma uitlegt, dan denk je, die boeren, SP, zo'n programma, daar kan ik best mee leven. Ja. Oké. Okay. Ik heb
Ik heb jou een paar keer horen zeggen bij de gezondheidszorg, hè, om daar wat lagen tussen uit te halen, managementlagen. Dat zou eigenlijk moeten, die handen moeten terug naar het bed. Bij de boeren, daar moeten een aantal lagen tussen uit. Ja. Even snel bedacht en bekeken, wordt de werkloosheid dan niet nog veel groter? Of hebben jullie als SP ook werk voor die mensen die je daartussen weghaalt, tussen het begin en het eindproduct? Het heeft met iets veel fundamentelers te maken. Wij vertrouwen mensen. Ons verkiezingsprogramma heet ook het nieuwe vertrouwen. En heel veel managers die zijn gekomen omdat mensen die hun werk deden niet meer vertrouwd werden. Die moesten gecontroleerd worden. In de zorg heb je het gezien. Mensen moesten tijd schrijven. Iedere minuut moest verantwoord worden. Alsof die vrouwen, want er werken vooral vrouwen, alsof die daar komen om koffie te leuten als ze zorg moeten verlenen. En dat vertrouwen, dat moet je teruggeven aan de mensen. En als je mensen samen een klus geeft, dan moet je erop vertrouwen dat die mensen dat ook zullen doen. En dat ze elkaar zelf wel gaan corrigeren. En waarom zou je geld uitgeven aan managers als je er niks aan hebt? Ik bedoel, kijk naar de managers van de banken. Waar zijn die mee? Die lopen alleen maar bonus op te strijken. En verder doen ze alleen maar kwaad. Nou, dat scheelt een hoop. Dus daar is het vertrouwen toch iets verder te zoeken? Ja, omdat het, omdat zij, het lijkt alsof ze er meer voor zichzelf zitten dan voor hun klanten of voor hun patiënten. Of voor hun, kijk nou wat er nu weer bij de VU aan de hand is. Nou, is daar een longarts die zegt, het deugt hier allemaal niet. Dat is een klokkenluider, die vertelt dat aan de arbeidsinspectie. En er zitten daar een stelletje bobo's in die raad van bestuur die niks van medicijnen weten. Die ontslaan die man. Die ons beschermt tegen onveiligheid in het ziekenhuis. Want dat heeft de arbeidsinspectie of de inspectie gezondheid heeft dat vastgesteld. En die man die wordt eruit geflikkerd. Nou ja, kijk, dat soort bazen, die moeten we eruit flikkeren. Ja, duidelijk. Duidelijk. Eigenschappen van politici, hè? Ja. ik zou er wel één kunnen noemen. Nou, laat eens horen. Nou, politici, en daarvoor zijn ze ook politicus, die kunnen toch aardig van hun woord komen, hè? Dat moet wel. Precies, dat moet wel, anders red je het ook niet. Het is het enige wapen wat je hebt. Precies. Precies. En de pen misschien. Precies. En ken je andere eigenschappen van politici waarvan je zegt, dat vind ik ook echt een eigenschap die een politicus heeft? Of die hem behoort te hebben is de vraag, maar dat hij hem heeft. Bijvoorbeeld de mensen die nu in de Tweede Kamer zitten. Ja. Eigenschappen. Ja, ik beoordeel mensen niet zozeer op hun eigenschappen, maar meer op de standpunten die ze innemen. Maar ja, voor alle partijen geldt dat zijn mensen die op een of andere manier gedreven zijn door idealen. Ik bedoel, ik ken geen mensen die enkel en alleen maar voor het geld de politiek ingaan. Die zijn er misschien wel, maar dan weten ze dat goed te verbergen. Maar op een of andere manier hebben ze allemaal idealen. Het zijn niet altijd mijn idealen, maar goed. Er zit een soort gedrevenheid in om iets te doen voor de publieke zaak. En dat ze dan het verkeerde willen, naar mijn idee, dat is dan vers 2, maar die, volgens mij hebben ze dat allemaal wel als eigen zaak. Dus de uitspraak, dat is weer typisch een politicus, hè? Onbetrouwbaar, houdt zich niet aan zijn woord. Daarvan zeg jij, dat is niet per se een eigenschap die een politicus past. Je hebt wel onbetrouwbare politici, maar ik vind mezelf hartstikke betrouwbaar. Dus bij die onbetrouwbare, daar hoor ik niet. Nee. En daar wil ik ook niet bij horen. Nee. Ik bedoel, wij zijn opgericht om daar een eind aan te maken. Ik bedoel, nee, dat is niet een onbetrouwbaarheid is niet de eigenschap van een politicus. Als dat zo was, had ik er niet gezeten. Nee, goed. Duidelijk. Paul, Haaksbergen. Ja. En Twente. Ja. Als jij daar zit in Den Haag, jij denkt daar nog wel eens aan Haaksbergen en aan Twente. Ja. Heb jij ook, want er zijn andere Tweede Kamerleden, ook van andere partijen, die iets hebben met de regio Twente of met Overijssel. Heb je daar wel eens samen een gesprek over iets wat je voor elkaar wilt krijgen? De Haaksbergenaar die ik vrij regelmatig spreek in de Tweede Kamer, Hanten Broeke van de VVD. Die woont hier nog. Wat dat betreft ben ik jaloers op Hanten Broeke.
Maar wij bespreken daar nooit zaken die met Haaksberg of de regio Twente te maken hebben. Dat heeft ook heel erg te maken met de portefeuille die je hebt. Mm-hmm. Ik doe sociale zaken en werknemers, dingen enzovoort. Mm-hmm. En die spelen niet alleen in Haaksberg, die spelen in het hele land. Dus als er iets is met Vliegveld Twente, om eens wat te noemen, dan heb ik daar niks mee te maken. Dan doet onze woordvoerder rond verkeer en zo, die doet dat. Ja. En je ziet dat bij heel veel andere partijen, die hebben ook nog een soort regionale vertegenwoordiging. Het CDA heeft dat, PvdA heeft dat, VVD heeft dat wat minder. Maar dat is bij ons niet zo. Voor ons zijn alle regio's even lief. Jawel, maar goed, ik kan me voorstellen en dat je daar waar je vandaan komt, daar ken je net beter. Daar weet je wat van, daar zullen ze jou ook eens vragen. Paul, hoe zit dat daar in Haaksberg of hoe zit dat daar in Enschede bij dat vliegveld? Wat vind jij eigenlijk? Dat soort dingen. In die zin kan ik begrijpen dat Haaksbergse inwoners, Twentse inwoners of Overijsselse inwoners denken, ik ga stemmen op iemand uit de regio. Die kennen we, die kunnen we nog eens hier naartoe halen. Die kunnen we nog eens vertellen van onze dingen die er aan de hand zijn. Nee, ik kan me dat heel erg goed voorstellen dat mensen zo denken. Dat is ook in ieder geval wel de reden waarom ik onder andere jou heb uitgenodigd als SP'er. Nee, als die woordvoerder verkeer dingen zou zeggen over Twente waar ik het als stukken niet mee eens ben, dan zeg ik dat wel tegen hem. Van joh, dat zie jij nu toch volgens mij wel een beetje verkeerd. Maar ik ben niet de vertegenwoordiger van Twente in de Tweede Kamer. Nee. En nou, neem Pieter Omtzigt, hè, die komt uit Twente, die voert nu campagne. En Herma Boom, hè? Nee, maar Pieter Omtzigt die voert nu campagne dat hij de vertegenwoordiger van Twente wil worden in Den Haag. En nou wens ik die jongen heel veel succes. Maar Pieter is wel van een partij die geholpen heeft, die ons in de shit geholpen heeft, waar wij nu allemaal in zitten. En dan moet je dus in Twente moet je ook bedenken, ja, het is wel een tukker, maar je hebt goede tukkers en je hebt foute tukkers. Nou wil ik niet zeggen dat meteen van Pieter Omtzigt zeggen dat hij fout is, maar hij heeft in Den Haag daar wel foute standpunten. En die niet in het belang zijn van mensen uit Twente. Oké, maar goed, we hebben in Twente een andere CDA-kandidaat. Een goed alternatief, die hebben we vorige week aan tafel gehad. Nummer 15, Herma Boom. Ja, nee, die ken ik nog niet. Ik heb begrepen dat ze uit Buurse komt. Ja. Ze staat op plek 14 of 15? 15, klopt. Dus, ja, met deze peilingen komt ze er dan niet in. Nou, behalve die ene peiling, waar de CDA 16 zetels heeft. Ja. Ja. Nee, oké. Dus nou ja, ze zit op de WIP. Ja, dat is spannend een beetje voor haar. Spannend. Ja. Nou, mooi, maar hoe vaak kom jij in Haaksbergen? Dat verschilt heel Je was pas nog geweest, zei je? Ja, ik had 3 weken geleden, hadden we bij de Stienenboer een soort reunie van de familie. Veel Ulebelts zijn er in dit land niet. Dus je kunt ook in die theeschenkerij die daar is, daar kunnen we meer dan makkelijk met z'n allen in, zelfs met aanhang. Dat was 3 weken geleden. En als ik naar Hengelo moet of naar Enschede, want daar kom ik wel wat vaker, ga ik altijd even door Haaksberg. Dan ga ik ofwel naar de begraafplaats waar mijn ouders liggen, daar langs de Buurseweg. En ik rij altijd even door mijn geboortestraat. Dat doe ik altijd op weg naar Enschede of naar Hengelo. Dus op een of andere manier. Ja, is dat Haaksbergen, maar blijft gewoon heel erg aan mij trekken. Ja. Ik heb hier ook geweldige jeugd gehad. Ja, dus dat hoor en je ik kom dus ook met alle plezier hier naartoe. En dan zeggen sommige mensen die als jij straks in de Tweede Kamer zit, mag ik jou dan weer een keer uitnodigen hier? En dan kom je weer voor de tv, voor de radio, ja, wat nee, dan ook. Ik vind dat hartstikke leuk, omdat, en dan zeggen ze in Den Haag van, ja, Haaksbergen, waar ligt dat, hè? Er zijn een heleboel van mensen in de Randstad, daar houdt Nederland houdt op bij de IJssel. En die vergeten dat het grootste stuk van Nederland aan deze kant van de IJssel ligt. Plus Haaksbergen ligt natuurlijk buitengewoon centraal in Europa. Hè, de hele regio. Ja. Ik bedoel, als je uit Den Haag moet je toch, vanuit Den Haag moet je door Haaksbergen om überhaupt een beetje verder te komen. Nee, ik ga niet naar Haaksbergen omdat het centraal in Europa ligt. Ik ga naar Haaksbergen omdat het een prachtig dorp is. Met hele aardige mensen. En familie. En, en ook wat familie. Maar ik vind de Twentse mentaliteit, daar wordt in het Westen op afgegeven.
Oh ja? Ja. Wat zeggen ze daarover? Nou, het wordt wel minder hoor. Sinds Twente nu de universiteit heeft, nu is het wel in het aanzien gestegen. Maar toen dat nog niet zo was, ja, was Twente toch een beetje achterlijk. Boeren. Nou. Vroeger, dan praat ik over 20, 30 jaar geleden. Toen de textielindustrie naar de Mallemoer ging. Nee, Twente was een ontwikkelingsgebied. Toen. Maar ja, daar heeft Twente ontzettend veel aan gedaan. Nou ja, dat laat ook zien dat Tukkers goede mensen zijn. Ja. Nou, prima. Mooi. Ik denk dat we er zo ongeveer zijn, Paul. Ik ben aan het afronden. Ja, we zijn. Ik geloof dat er nog muziek gedraaid moet worden. Maar ik wil jou nog graag de gelegenheid geven om iets te vertellen van wat jij graag zou willen vertellen. Jij bent hier nu toch, je hebt wat tijd. En jij gaat mensen oproepen om natuurlijk de SP te stemmen. Ik heb eigenlijk nog wel één vraag. Dat is straks met het aangaan van coalities. Hè? Ja. De SP zit stevig in het zadel met zijn 35 plus zetels ongetwijfeld. Tenzij er nog wat spannends gebeurt de komende 14 dagen, 3 weken. Hebben jullie in die onderhandelingen, hebben jullie daar breekpunten? Dat jullie zeggen van nou, we willen met iedereen aan tafel zitten, mits zij dit of dat willen? Kijk, er wordt al zoveel afgebroken in dit land dat wij het niet verstandig vinden om daar nog breekpunten aan toe te voegen. Ik bedoel, er komen gewoon, als we in die positie komen, komen er onderhandelingen. Wij weten ook dat is geven en nemen. We hebben onze principes en daar mag zeker niet tegen gezondigd worden. Maar wat dat betreft zijn wij een normale partij. Ja, en als het dan gaat, dat jouw vraag is een beetje gericht op de PVV. Nou, ik vond Emiel Roemer zei daar verstandige dingen over. De kans dat de SP met de PVV samen gaat werken is net zo groot als de kans dat Feyenoord en Ajax gaan fuseren. Mm-hmm. En dat is dus een helder en duidelijk antwoord, lijkt me. Ja. Nou, gisteren in het debat, we hebben toch nog even, gisteren in het debat hoorde ik ook dat we nu nou eens moeten proberen met z'n allen om de 4 jaar te regeren tijd vol te maken. Sta jij daarachter? Ik vind dat een regering, die wordt in Nederland in principe voor 4 jaar gekozen. Maar ja, dat is al jaren niet goed gegaan al. Nee, des te meer reden om nu eens een partij te kiezen die daar nooit schuldig is aan is geweest dat ze maar zo kort zaten. En dat meen ik echt. Je ziet, en daarom hebben heel veel mensen ook afschuw, afkeer van de politiek. Omdat ze er in Den Haag echt een zootje van maken. En dan met het geld. En dan hebben ze verantwoordelijkheid om het land te besturen en dan maken ze dat weer niet af. Hè. Wie dan ook daarvoor de schuld moet krijgen. Ja, en daarmee zorgt de politiek ervoor dat het beeld van de politiek verloedert. En daarom hopen wij dat maar wij daar ook een eind aan kunnen maken. Maar daarvoor heb je toch nodig dat je nu breekpunten hebt in plaats van straks tijdens het regeren? Of, Nee, je gaat onderhandelen. En dan zal wel blijken waar je op uitkomt. Maar dan kunnen de dingen gebeuren als die nu aan de hand zijn, zoals een langstudeerboete, hè, die 2 jaar geleden door de VVD en de CDA is geïntroduceerd. Die net vorige week onder andere door het CDA weer aan de kant gezet is. Zo van, kom, we gaan daarover onderhandelen, we gaan daarover in debat. Nou, dat debakel, dat heb jij vandaag ongetwijfeld. Was je daarbij? Nee, ik was er niet bij. Ik was onderweg naar Twente. Maar wat er nu gebeurde, dat is nog nooit vertoond in Nederland. Dat verkiezingsbeloften al worden gebroken voordat er verkiezingen zijn. Ja, ik bedoel, en dan maar aan de Nederlanders vragen om ze serieus te nemen. En het wordt natuurlijk nog veel erger, want de begroting voor volgend jaar die wordt nu gemaakt door deze regering. Die baseren dat op dat Kunduz-akkoord. Hè, met het verslechten van het ontslagrecht, met de forensentax en nog zo btw-verhoging, noem maar op. Nou, als we over een relatief gering bedrag van, wat is het, nog geen 200 miljoen, niet eens kunnen worden. Dat betekent dat die forensentax gaat door, die btw-verhoging gaat door. Want die middenpartijen die worden het niet eens om dat op te lossen. Dus alles wat zij op dat gebied beloven, dat zal net als met die langstudeerboetes gaan, dat gaat gewoon niet door.
En daarvoor heb je echt de verandering in Den Haag nodig om dat wel te bereiken. Nou ja, en de grootste verandering zou zijn een hele grote, grote SP. En dat zou betekenen dat jullie al deze dingen uit het Koenders-akkoord zo snel mogelijk ongedaan gaan maken? Nou ja, aanstaande dinsdag wordt de financiële doorrekening van alle partijen wordt gepresenteerd. En dan zal voor iedereen in Nederland duidelijk worden hoe de SP er ook financieel absoluut geen zootje van zal maken. Maar wel boven dat 3% begrotingstekort uitkomt. Ja, dat weet ik niet. Want ik weet ook nog niet wat er precies in zal staan. Ik denk dat we er wel boven zullen zitten. Maar het is niet zo dat de SP maar met geld gaat lopen smijten en tekorten maakt. Het enige wat wij willen, dat is dat we... Ik bedoel, je moet op een gegeven moment moet je begroting op orde hebben. Maar je moet daar tijd voor nemen. Want als je nu heel fors overal gaat bezuinigen, dan bezuinig je de economie kapot. Dan krijg je geen groei. Terwijl je met groei juist die problemen moet gaan oplossen. Ik bedoel, kijk naar Griekenland. Dat bezuinigt zich suf. En die economie die blijft maar krimpen, 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 krimpen. En dat betekent dat je eigenlijk alleen maar in een spiraal naar beneden gaat. Ja, en wij staan op dit punt niet alleen. De IMF, de OESO. Liefst 4 Nobelprijswinnaars die zeggen in tijden van crisis moet de overheid moet investeren. De overheid moet ervoor zorgen dat de economie weer gaat draaien en de banenmotor weer op gang komt. En als je dat niet doet, dan creëer je alleen maar problemen en dat willen we niet. Nee, duidelijk. Goed, dus jij roept de luisteraar en de kijker op om hun stem uit te brengen naar... Nou, het mag ook naar jou, hè? Nee. Ik bedoel, mensen moeten op dit moment heel erg goed nadenken. Ik bedoel, de keuze is nu niet tussen Rutte en Roemer, want wij hebben geen presidentsverkiezing of premierverkiezing. De keuze is van, we hebben nu 20 jaar lang liberaal beleid gezien. Iedereen kan zien wat ons dat gebracht heeft. De eurocrisis, de banken, nou ja, iedereen kent het. Dat is de liberale keuze. En mensen die daar verder mee willen, die moeten vooral op die partijen stemmen. Die raad ik aan, stem VVD, want dan krijg je nog meer shit. Of je kiest voor sociaal en dan krijg je een heel ander beleid wat in ons verkiezingsprogramma staat, wat zal blijken. Dus de keuze is liberaal of sociaal. Goed, Paul. Ik dank jou heel hartelijk. Leuk dat je er was. Ik vond het een leuk gesprek en ik hoop jou wellicht dit jaar, anders volgend jaar, nog hier bij mij aan tafel te zien. Ik kom hier graag, dus ook hier. Dankjewel. Dag. Ja, inderdaad, luisteraars, kijkers. Deze uitzending is na te kijken op de website www.rtvsternet.nl. Ik dank jullie hartelijk en ik zie jullie volgende week terug. Dag.